Meisjes van Nederland. In 1782 schreven Betje Wolf en Aagje Deken de historie van mejuffrouw Sarah Burgerhart. Een roman in 175 brieven, die geschreven zijn door 24 personages aan elkaar en over elkaar. De roman, zoals die nu bestaat, bestond toen nog niet in die vorm. Door brieven van personages te gebruiken, konden Wolf en Deken toch meerdere perspectieven aan bod laten komen. De briefroman is dus de voorloper van de moderne roman. Volgens sommige lezers gaat dit boek over de zoektocht van een jonge vrouw naar het geluk in de liefde. Sarah gaat op zoek naar een geschikte huwelijkspartner. Na een nare ervaring met een onbetrouwbare man vindt ze uiteindelijk de geschikte kandidaat, Hendrik Edeling. Eind goed, al goed? Soms loopt wat over een roman beweerd wordt en de inhoud van het boek sterk uiteen. Ja, en dan zit er maar één ding op. Zelf lezen en je eigen conclusies trekken. Is Sarah Burgerhart op zoek naar het geluk in de liefde en een geschikte huwelijkspartner? Of staat er eigenlijk meer op het spel? Aan het begin van de roman leren we een heel andere Sarah kennen. Ze schrijft aan haar vriendin Anna Willis wat ze van het leven verlangt. Ik ken de liefde niet. Ik denk er nooit aan. Over zulke dingen breek ik mijn hoofd niet. Ik wil alleen een leven dat vrij, vrolijk en zonder gedoe verloopt. Goed gezelschap, aangename boeken en piano spelen als ik daar zin in heb. Dat leven ligt binnen handbereik als Sarah ontsnapt aan haar strenggelovige tante bij wie ze in huis woont. Ze gaat samen met andere meisjes wonen bij een weduwe die haar liefdevol bemoedert. Piano spelen, lezen, vrijheid, bezoekjes aan het theater. Het is het leven dat ze wenste. Maar risico's liggen overal op de loer, schrijven de auteurs in het voorwoord. Vooral voor naïeve meisjes die van mode en luxe houden en er vooral op uit zijn zichzelf te amuseren. Zulke soort meisjes lopen het risico zich in de allerongelukkigste rampen te storten. En ook Sarah, met haar toegeeflijke goedhartigheid, is niet wereldwijs genoeg om deze risico's op waarde te schatten. Waardoor ze ternauwernood ontsnapt aan een belager. Maar de schrijvers doen er alles aan om hun hoofdpersonage op het rechte pad te houden. En aan het einde van de roman voegt ze zich inderdaad naar haar traditionele rol. Ze trouwt met de brave Hendrik Edeling en wordt echtgenote en moeder. Precies het lot dat de schrijfsters het meest passend vonden voor De Meisjes van Nederland, voor wie ze dit boek schreven. Maar vreemd genoeg lijkt het helemaal geen eindgoed al goed te zijn voor Sarah, die het huwelijk slechts schoorvoetend accepteert. En ook de auteurs zelf kozen een andere levensinvulling dan het huwelijk en het moederschap. Na de dood van Betjes man, dominee Wolf, gingen de twee vrouwen samenwonen en schreven ze samen goed verkopende romans, gedichten, vertalingen en meer. Waarom gunden ze Sarah niet ook zo'n vrij leven vol boeken en aangenaam gezelschap en zonder de beperkingen van het huwelijk? Om deze vraag te beantwoorden kunnen we kijken naar de context van de roman. Hoe leefde een meisje in de 18e eeuw? Welke bewegingsvrijheid hadden vrouwen en meisjes in die tijd? Welke andere teksten uit deze tijd beschrijven de worsteling tussen aanpassing en autonomie, vrouwelijkheid en auteurschap, je voegen naar je traditionele rol en de prijs van je eigen pad kiezen? Ik dan? Mag ik alleen niet leven naar mijn smaak? Heb ik de vrijheid niet om naar mijn welbehagen op het een of ander stuk mijn hersenen te plagen? Hij die mij dat niet gunt, zal wel jaloers wezen. Ik vraag u, stoor mij niet in dichten of in lezen. Ook kun je kijken naar teksten uit andere tijden die dezelfde vragen oproepen. Bijvoorbeeld eigentijdse romans met dezelfde thematiek. Zoals De Vriendschap van Connie Palme of Drift van Brechtje Hofstede. Of Sarah Burgerhart een gelukkig einde heeft, kun je dus ook proberen te beantwoorden door het boek naast andere teksten uit andere tijden te leggen. Zo ontstaat er een tekstenfamilie die je onderling kunt vergelijken, waardoor de overeenkomsten en de verschillen duidelijker worden. Sinds de 18e eeuw is er veel veranderd voor de Sarah's van deze wereld. Toch blijft de vraag actueel: wat betekent het om als meisje op te groeien?